Of je geniet hier echt, dus dat is top. Een beter leven als dit bestaat niet natuurlijk. Je krijgt een heldenstatus hier. Het leeft enorm. Ze kunnen mijn naam niet zo goed uitspreken, met mijn achternaam. Dus ze noemen me VDV, dat is de afkorting van Van der Velde. Ik denk dat mensen dat leuk vinden om dat te zien, hoe wij in Indonesië leven. Het is gewoon geweldig dat je ziet hoe we gaan op ons scootertje naar de training. En van daaruit ga je een beetje gezinnetje, ga je wat leuks naar een beachclub of naar het strand of weet ik veel wat. Het is gewoon genieten. Maar is het dan ook gewoon meer vakantie of voelt het ook wel als werk? Ja, ik vind zeker vakantie natuurlijk. En je traint om 8 uur in de ochtend, je bent 9:30 klaar. En om 10 uur lig je op het strand. En, dus zo ziet jullie dag eruit? Ja, meestal wel. En we gaan ook natuurlijk fitnessen veel voor onszelf. Ja? Hoeveel? Ja, 3-4 keer in de week wel, denk ik. Nee, we fitness wel af en toe een beetje bij te houden natuurlijk. Maar, wat ik zeg, je traint gewoon 1,5 uur per dag daar. En je bent om 10 uur klaar. En voor de rest, wat ik zeg... De hele dag ben je gewoon vrij. Vanaf 10 uur. En zo gaat het elke dag. Je ziet het, is een lekker tuintje, zwembadje, lekkere lichtkussens. Ja, dat doe ik altijd als ik alleen ben. De buren hebben niet zoveel last van, dus dan kan ik lekker hard die muziek gooien. Dus dat is wel fijn altijd, vind ik. Dat is de woonkamer hier. Waarom stop je daar nou niet? Ja, dat is... Een samenloop van omstandigheden. Soms hebben we dat zelf niet in de hand. Maar goed, het is niet erg. Ik heb daar 2 jaar gezeten samen met mijn gezin en een hartstikke mooie tijd gehad. En nu is weer tijd voor iets nieuws. Als de ene deur gaat sluiten, gaat de andere weer open. Dus even afwachten wat er nog gaat komen. En anders ga ik gewoon lekker in de jeugd van een BVO gewoon eerst meelopen. En dan van daaruit misschien dat ik een elftalletje kan pakken om mijn trainingscarrière voor te zetten. Of ik ga nog een halfjaartje of een jaartje door met voetbal, dus ik wacht even wat er gebeurt. Ik wacht tot eind januari en dan neem ik de beslissing. Maar ondertussen laat je Melvin dus wel alleen achter in Bali. Ja, ik heb hem eerst goed begeleid daar, dus nu kan hij gewoon... Klopt. Nee. Ja, nee. Zeker. Mag ik even praten een keer? Of? man. Nee, wat ik zeg... Nee. Ik heb sowieso veel te danken aan Nick. Door hem ben ik ook mee naar Bali nu uitgehaald. En daar hebben ze denk ik geen spijt van gekregen. Maar, Dat is waar. Nee? Nee. Ik zou geloven, nee. Als je 15 wedstrijden 10 goals, 5 assists maakt. Nee, klopt. En die andere spits die... Nee, het gaat goed. En, ik vind het natuurlijk super jammer dat hij weggaat. Maar het had zo moeten zijn, zeg ik altijd. En hij gaat wel wat anders mooier vinden. En, hij is de fitste van ons team. Hij is 43 en nog steeds. Ja, deze man. hij is de fitste van ons hele team. Dat zegt natuurlijk genoeg. Trainingsveld goed? Als je koeien gaat uitlaten, dan is het een toplocatie. de velden zijn niet zoals in Nederland. Maar dat heeft ook te maken met de temperatuur, met de weersomstandigheden en alles. En, het is gewoon elke dag 144 graden. En als je dan loop je gewoon op beton, weet je wel. Maar als je het eenmaal losgelaten hebt en van je af kan zetten, dan moet je gewoon, genieten van wat er gebeurt daar. Dat is uniek en dat maak je maar één keer mee, denk ik. Daar zijn ze tactisch niet zo slim. Toen ik daar de eerste week kwam, mis ik wat ik meemaakte. Toen was ik ook heel erg geïrriteerd en zo, weet je, van wat zijn jullie nou aan het doen en zo. En toen zei Nick al tegen mij. Er zit geen gedachte achter. Toen zei Nick al tegen mij van je moet er gewoon aan wennen, want beter gaat het niet worden. En, dus op een gegeven moment, na een paar weken, dan liep het gewoon. Dacht ik, ik ga gewoon lekker trainen en doe gewoon mijn dingen. Ga daarna weer lekker naar huis. En zo gaat het een beetje. Nee, weet je, het is daar natuurlijk verdien je wat meer. Je gaat niet 17 uur vliegen en daar wonen om minder te verdienen dan in Nederland. Dat lijkt me natuurlijk logisch. Maar je wordt er ook geen miljonair van. Het is heel moeilijk. Ik weet het, is moeilijk vergelijken, weet je. Jij hebt natuurlijk een hele leven in de Jupiler League gevoetbald. Ik heb natuurlijk een aantal wedstrijden in de Eredivisie gevoetbald. Dus, Deze man, hè, wat een vent ook, hè? Nee. Ik denk dat het gewoon. Je hebt een paar topteams daar al. Dat is denk ik gewoon top Jupiler League. Maar alleen tactisch zijn ze gewoon niet zo slim, snap je? Ik bedoel in Nederland. Ja, zoals om oude teams. Van Ajax, PSV en zo. Ajax, PSV, mijn oud teams. Oud team?
En voor wie ben je eigenlijk? Huh? Ajax, natuurlijk. Jij volgt mij ook, Nick, of niet? Sorry? Jij ook, toch? Ja, tuurlijk. Oh, ik zag je aanvoerder komen hier. Ja. Tuurlijk. Hi. Waarom? Ja, Amsterdam, hè. Zit diep. Amsterdam zit diep. Geboren, getogen. Ja, hij komt ergens uit het weiland of zo, ergens in Bussum. Bussum, joh. Dat is helemaal niks, man. Moet je daar naar zoeken, man. Ja, dat... Hij is wel een rijke buurt, hè? Ja, man. Of niet? Ja, ik kan een beetje uit de mindere gedeelte, maar... Je Nederlandse televisie in Indonesië, op baan? Nou, ik niet. Ik kijk altijd gewoon Netflix. Nederlands TV kijk ik nooit. Ja, maar dan ga ik er speciaal terugkijken natuurlijk. Hè? Ja, dus, gaan we speciaal voor zitten? Daar gaan we speciaal voor zitten, zeker. Ja, jullie kijken altijd. Wat vinden jullie ervan dan, van het programma? Ja, ik vind het zelf superleuk altijd om te kijken naar Johan. Toen net zei hij wat anders. Hè? Toen net zei hij wat anders. Hij moet een beetje te vriend houden. Oh, ja, als ik terug naar Nederland ga, moet hij natuurlijk positief van praten doen. Ja, ik kan het totaal niet vinden met Johan, ik zeg eerlijk. Wat dan? Waarom? Oh, ik mag hem wel gewoon, maar ja, ik vind soms dat hij... dingen zeg wat ik niet... En wat zegt hij dan? Ja, dat moet je ook zeggen. Mag toch maar mening geven. Ik vind hem bepaalde dingen denk ik van, ja, had je anders kunnen zeggen. Ja, ik vind hij dat zegt ook hele goede dingen, maar af en toe denk ik van, joh. Kan ook op een andere manier begrijpen. Toch? Ja, vind ik. Nou, ik vind het een leuke vent. Ja, gauw, dit is echt zo'n... Johan is mijn mannetje, hè? Johan. Ja. Johan is mijn mannetje. Net zegt hij wat anders, voor die camera. Nee. Je wil niet liegen. Nee, Johan, je bent een topper, ouwe.